De uitleg over hoeken berekenen. Niet hoe schrijf je het op. Dat doe ik in een apart filmpje. Want ik merk, er zijn zeg maar van de leerlingen die het lastig vinden, drie types. Sommigen vinden alleen lastig hoe schrijf je het op. Sommigen vinden lastig, ja, dat opschrijven snap ik wel, maar ik zie het gewoon even niet. En dan heb je nog leerlingen die hebben het allebei. En om nu te voorkomen dat iemand die alleen wil weten hoe schrijf je het op, of alleen wil weten, ik zie het niet, heb ik daar twee aparte filmpjes van gemaakt. Dit is de uitleg over hoeken berekenen, hoe werkt het? Nou, inmiddels, ja, het is een beetje in de kerstsfeer, dus als je het filmpje van de zomer kijkt, is het natuurlijk een ander verhaal, maar meestal kijken jullie het rond de tijd dat je het in het huiswerk krijgt. En dat is kersttijd. Ja, je mag, het is natuurlijk een grapje, hè, dat je de hoek kan je zo niet meten. Je mag vanaf nu niet meer meten, alleen als het erbij staat. En toch zijn er nog best veel leerlingen die dan, als ze het niet snappen, toch gaan meten. Niet doen. Stuur mij een berichtje of vraag het in de les. Want op de toets, als je meet, heb je 0 punten. Sowieso moet je som opschrijven. Maar wij zorgen ook net hier bijvoorbeeld 114. Ik kan trouwens helemaal niet, hè, 114. Want het is een stompe hoek. Nou, stel je voor dat dit 14 is. Wij zorgen dan ook dat als je de hoek zo'n hoek hebt en die moet je uitrekenen, ik zeg maar iets deze, dat die als je meet een ander getal geeft. Dus dan halen we de meetleerlingen er meteen mee uit en dan weten we ook wat er misgaat. Van, oh, die heeft gemeten, dat mag niet meer. Even over notaties. Soms zie je staan hoek A2. Nou, wat betekent dat? Er staat een tweetje zo'n klein beetje eronder. Dan is het alleen dit stukje van de hoek. Hoek A1-2, dan heb je gewoon heel de hoek. Ja? Dan noem je ook niet hoek A12, maar noem je hoek A1-2. Want het is 1 en 2 samen. Hoek A3-6, dat bestaat niet. Want als je zo'n hoek hebt en je hebt hier bijvoorbeeld 3, 4, 5, 6. Oh ja, in dit geval wel, even 7. Dan zitten 3 en 6 niet naast elkaar. Dus die kun je ook niet aan elkaar plakken. Dus 3-6 bestaat zo niet. Hè? Hoek 3-6, die bestaat niet. Dan gaan we naar het volgende. Een regeltje. En je ziet het op het oog. Maar en waarom het is, dat laat ik eventjes weg. Maar overburen, als je twee snijende rechte lijnen hebt, dat heeft ook met spiegelen te maken. Kijk maar, met spiegelen heeft dat te maken. Als ik deze zou vouwen om deze lijn, dan valt hoek 1 precies op hoek 3. Dus die is even groot. En dat noem je overstaande hoeken. En dat moet je goed onthouden, want dat woord moet er steeds bij als je dit gaat gebruiken. Overstaand. Overstaande hoeken. Nou, hoe schrijf je dat nu op? In dit geval laat ik het al een klein beetje zien, maar in een lange som ga je nog krijgen een apart filmpje. Hoek, je schrijft eerst op welk hoek je gaat berekenen. Altijd. Hoek S3. En stel je voor, we willen deze weten. Die is even groot als een overbuur. En die noem je dan. Dan noem je als welke dat die even groot is. En dan zeg je hoe groot dat die is. En dan moet er nog het regeltje achter. Wat heb je gebruikt? Waarom is dit? Is dit toeval? Of nee, het is omdat ze overstaand zijn. Nou, wat je bij mij mag doen, is dat je ook zo het schemaatje tekent. Het tekeningetje. Waarom? Als je in schema's, onthoud je dingen beter. Overstaat dat woordje is lastig. Terwijl als je het zo tekent, weet je meteen ja, wat het is. Dus dat mag je ook gebruiken. Dit zijn dus overstaande hoeken. Nou, hoek S1 is hoek S3 betekent niet ze liggen op elkaar. Nee, dat betekent ze zijn even groot. En dat komt omdat ze overstaand zijn. Gelijke tekentjes die geven aan welke hoeken gelijk zijn. Heb je twee snijdende rechte lijnen. Dus let op, ze moeten wel recht zijn. Dus niet zo met de knikker in. Hè? Dan, ja, dan heb je nog wel overburen, maar die zijn dan niet even groot. Het moeten echt twee rechte snijdende lijnen zijn, die recht. Dan zijn de hoeken, elkaars overburen, even groot. Ja, net sneeuwpop zo, hè. Dan gaan we door. Nou, dit heb ik net laten zien, hè. Eerst even opschrijven hoek S3. De hoek die je gaat uitrekenen. Dan waar die even groot dan is. Dan hoe groot dat die is. En daarachter zet je overstaand, want dat heb je gebruikt. Zelf ben ik een voorstander, zoals ik net al zei, één van die twee moet je gebruiken. Ik zou zelf... Dit is beter, want dan weet je meteen wat je gebruikt hebt en jullie denken, je hersenen denken ook in schema's. Dus dat is eigenlijk beter. Dan nu, een ander stukje over hoek rekenen. Hoe groot zijn hoek B en 1, 2 samen? Wat denk je? 90 graden, want dat is een rechte hoek. Stel je nu voor dat hoek B1 30 graden is.
wat weet je dan van die andere hoek? Dus stel je voor, de blauwe hoek heeft 30 graden in gebruik. Hoeveel blijft dan over voor de oranje hoek? Ja, 60, hè? 60. Want 90, als ik daar die 30 van afhaal die hoek B1 al heeft, dan hou B2 maar 60 over. Nou, even weer. Straks het uitgebreide opschrijven, dat komt in een los filmpje. Maar even in het kort, hoek B2 is dus gelijk ja, aan 90 min die 30. Dus je schrijft op eigenlijk wat je in je hoofd hebt gedaan. Daar zet je bij rechte hoek of zo het rechte hoektekentje. Eigenlijk veel duidelijker hè, met die tekentjes. Werkt echt beter hoor. Maar het mag ook gewoon met rechte hoek. Zo doen ze het in het boek. Nou, hier zie je een gestrekte hoek. Nou, wat weet je nu van hoek A en 1, 2 samen? Ofwel, wat weet je van hoek A, 1, 2? Ja, hoek A, 1, 2 is 180 graden. En dan geldt weer hetzelfde. Stel je voor, de oranje hoek, dit is nu eventjes de oranje hoek, die is 30 graden. Nou, we zullen even een andere pakken. 40 graden. Wat hou je dan over voor de... Even kijken. Voor de bruine hoek. Of groene. Oh, mooie kleur. Wat hou je dan over voor die hoek 2? Voor de bruin-groenige hoek. Ja, je had 180. Daar haal je de 40 vanaf. Dan hou je 140 over natuurlijk. Want samen zijn ze 180. Nou, in figuren ga je dat tegenkomen. Dan ga je zoiets krijgen. Bereken alle figuren. Nou... Hoek 1 hebben ze gegeven. Die hoek is 42 graden. Dus van helemaal rond is 360. En van die 360 is deze hoek 42 graden. Hoppa, die heb je. Deze heb je eigenlijk ook, want die staat bij een rechte hoek. Dus die is 90. Hoe je het opschrijft, komt uitgebreid in een nieuw filmpje. Dit is alleen, en hier gaan meer filmpjes van komen. Hoe pak je dit nu aan? Nou, je gaat op zoek naar verschillende dingen. Wat heb je geleerd? Overstaande hoeken ben je tegengekomen, dat ze samen 180 graden zijn, ben je tegengekomen, en dat ze samen 90 graden zijn, ben je tegengekomen. Nou, een hoek samen 90 graden zit erin, maar dat zie je nog niet zo snel, denk ik. Nou, die 180 graden, hoe vind je die? Ja, bij rechte lijnen. Dus je moet in zo'n roos, noemen ze dat vaak, zo'n hoekenroos, ga je op zoek naar een rechte lijn. En misschien zit er nog een rechte lijn in. Ja, dit niet, hè. Dit is geen rechte lijn, want daar zit een knik in. Maar dit is ook een rechte lijn. En wat zie je nu gebeuren? Twee rechte lijnen. Aha, die is van dit soort. Overstaande hoeken zijn gelijk. Dus hoek 1 is gelijk aan hoek 4. Deze hoeken zijn aan elkaar gelijk. Dus deze hoek is ook 42 graden. Hoe het opschrijft komt in een nieuw filmpje. Gaat er dit alleen even over, zie het. Maak af en toe even zo'n schets. Als je, kijk, want ik kan in de plaatjes schrijven. Je mag natuurlijk niet in je boek schrijven. Dan maak je een schets en op het moment dat je ze uit hebt gerekend, zet je ze erin. Zo. Deze mag je gewoon zeggen is 90, want dat komt door het tekentje. Nu ga ik eventjes alles wissen en dan ga ik even netjes erbij zetten hoe het werkt. Deze is 90, deze is 42, deze was ook 42. En kijk nu eens goed, deze is van de rechte lijn. En je had 180 eraf 42, dan hou je over 138 graden voor hoek A5. Gaat het te snel, kijk dan het andere filmpje. En hoek A2 kun je ook uitrekenen. Die kan op twee manieren. Je kunt zeggen, deze hoek is 90 graden. Dus dan krijg je 90 min 42 is 48 graden. Een andere manier, even kijken of kloppen, 80, 90, ja... Andere manier is dat je zegt, dit is een rechte lijn. En dan heb ik 180, min 90, min 42, hou ik 48 over. Dit gaat voor de helft van de klas te snel, weet ik. Maar daar ga ik weer nieuwe filmpjes voor maken. Dit is alleen even de basis. Dus je gebruikt overstaande hoeken, je gebruikt rechte hoeken en je gebruikt gestrekte hoeken. Succes! Voor meer uitleg komen er meer filmpjes.